volgt een oefening voor het rekken van de bovenbeenspieren, de voorkant van het bovenbeen en de achterkant van het bovenbeen, dus de quadriceps en de hamstrings. Ik begin met de rekoefening voor de quadriceps. Daarvoor kun je de muur vasthouden of eventueel een stoel als je dat prettig vindt. En wat je doet is je buigt je been, ik zal hem even met mijn andere been voordoen. Je buigt je been en je pakt je enkel vast en dan trek je je hak richting je bil. Zorg ervoor dat je bekken een beetje kantelt, maar dat je knieën gelijk blijven aan elkaar. En hou deze stand ongeveer 20 seconden zo vast en daarna wissel je van been. Goed, voor de oefening voor de hamstrings mag je gaan zitten op de stoel. En wat je gaat doen is je maakt je rug goed lang. Je strekt je been helemaal uit en dan trek je je tenen helemaal naar je toe. Rug goed uitstrekken en dan krijg je de rek op zowel je kuit als je hamstring. Zorg er bij deze oefening voor dat je goed blijft doorademen. En dat je dus je tenen goed naar je toe trekt. Dit is ook een goede oefening voor als je bijvoorbeeld kramp krijgt in je kuiten. Dus dat je dan goed de tenen naar je toe haalt. Heel veel succes met de oefeningen. Zijn er nog vragen, is de praktijk altijd bereikbaar. 013 528 3446. Heel veel succes!